Maar belangrijk is dat je heel nieuwsgierig bent. De verhalen komen niet naar jou toe, maar jij moet zelf naar de verhalen. Oké, goed. Ja. Nu heb je twee bolletjes als handen. Een spannende ontdekkingsreis. Het is een hele bijzondere manier van storytelling. Verwarmend, intiem. Jee, maar het was spannend. Maar als u nu ziet, dan leuk. Het is op een hele mooie manier waar we vandaan komen en wat we hier doen. De meeste mensen weten het nu wie zijn we. Dus dat vind ik ook leuk. Indrukwekkend. Ja, het is een hele gave ervaring. Ontzettend mooi en fascinerend hoe je in het leven van Somalische vrouwen eigenlijk duikt. En hoe ze je aan de hand meenemen door hun wereld. Het eerste deel was ik zelf een navigator in de wereld van iemand anders. Die in de VR-wereld van Somalische vrouwen rondliep. En daar mocht ik haar sturen met allemaal elementen. Met een lamp en muren en toffe items die ik op een scherm neer mocht zetten. En daar liep zij doorheen. Voor het andere deel wisselden we om. En mocht ik de bril op en liep ik door die wereld heen. Het was interessant omdat het een combinatie was van zelf dingen doen, bewegen. En dus die mensen te ontmoeten. Zo speelse wijs ontmoet je dus mensen. Er kan ineens een muur zijn of een gordijn. Je bent continu zoekende waar je nou eigenlijk naartoe moet. En die vrouwen die geven een soort warmte en een soort vertrouwen in die gekke wereld waar je in zit. Ik ga dat doen, maar je mag dromen. Het is een eerbetoon, zeg maar, aan een individu. En daar draait het ook om. Dat hele gedicht, dat Brahmapur, is ook echt naar een individu, naar mensen, om ze te omarmen, ze te verwelkomen, zeg maar, in ons leven. Want niemand kent jou als je gewoon buiten zegt, oh, hi en hi. Dus niemand kent jou. Sommige mensen denken, wat doen ze, deze mensen? Wie zijn ze? Dus daardoor dachten we, oké, wij zijn deze mensen. Dus kijk maar, wie zijn we? Dat heeft mij diep, diep geraakt. Om de puurheid waarmee dat gedaan werd. Hallo, ik ben Marianne. Ik kom uit Somaliland. Het is net alsof je gewoon een gesprek met diegene aan het voeren bent. En heel anders dan als je het op de televisie zou zien. Want dan is die afstand veel groter. En nu ben je zo dichtbij. Dus dat is heel, dat is dat intieme. Het is gewoon zo'n bijzondere ervaring. Ik denk een mooie voorstelling brengt altijd iets nieuws. Iets vernieuwends heeft het. En prikkelt je. En dat doet deze voorstelling absoluut. Als je de kans hebt om te kijken, zou ik het doen, ja. Ja. Het is een van de leukste dingen die ik de laatste tijd heb gezien. Ik vond het echt fantastisch. Na dat stukje prachtige land en weer terug. Die in mijn hart zijn plekje heeft veroverd. Waka! Dankjewel.